Seller, het selectiebureau van de overheid. Eigenlijk de toegangspoort om te komen werken voor de overheid, dat zijn wij. Wij verleiden, als ik het zo mag zeggen, jong talent, maar ook minder jong talent, ervaren talent op de arbeidsmarkt. Om dat te doen, hebben wij zelf jong talent en ervaren talent nodig. On organise une réunion avec notre client, donc on prend le temps de le rencontrer, de discuter du profil de fonction pour laquelle il souhaite engager un nouveau collaborateur. Et puis sur base de ce descriptif de fonction, on va établir un profil de compétences. Cielo wordt inderdaad geconfronteerd met een veranderende arbeidsmarkt. We zien dat de wensen van de kandidaten, de verwachtingen van de huidige generatie kandidaten die werk zoeken, liggen anders dan voorheen. Dus, en als een innovatieve organisatie dien je je diensten en producten die je aanbiedt ook op die manier dien je eraan aan te passen. Voor Cielo is het van belang dat de kandidaat competent is, zelfs als die kandidaat niet over het geschikte diploma beschikt. Als die kandidaat kan aantonen dat hij over de nodige ervaring beschikt, kan hij vanaf juni aan een instapkaartproef deelnemen die de kandidaat dan toegang geeft tot de selectie achteraf. Il vous suffit d'appuyer sur Alt plus et là vous agrandissez en fonction de vos besoins. Est-ce que ça ira, Pauline? Alors la diversité au Cielo est gérée selon le principe d'inclusion, ce qui veut dire que l'on assure ici l'égalité des chances de traitement et d'accès à toutes nos sélections et donc à la fonction publique, telles que les personnes d'origine étrangère, les personnes avec handicap, les femmes pour les sélections top, etc. Donc le focus est vraiment sur la compétence et le talent. Cielo ontwikkelt zelf ook selectieinstrumenten, maar daarnaast worden ook tests aangekocht. Voor beide, degene die aangekocht zijn of die we zelf ontwikkelen, gelden uiteraard steeds dezelfde strenge kwaliteitscriteria. Top Skills est un projet qui va nous aider à augmenter le taux de femmes aux sélections de top management et donc leur représentativité au sein des comités de direction. Je vais donc vous présenter le plan de management pour 2015. Il s'agit d'une simulation de la procédure de sélection top. Il s'agit d'un bilan de compétences managériales que l'on va offrir à ces femmes et également essayer d'identifier les freins à leur candidature au niveau du top management. Les nouveaux employés sont accueillis d'abord par le service du personnel qui leur explique un petit peu comment ça fonctionne plutôt au niveau administratif. Et puis ensuite, directement, ils sont pris en charge par leurs responsables et par un parrain ou une marraine du service qui va vraiment les introduire à la vie quotidienne de Cielo. Donc on met vraiment l'accent sur le développement des personnes, le développement de leurs compétences. Mijn job heeft heel veel te maken met recruteringscommunicatie, dus eigenlijk de mensen zin geven om te solliciteren. Daarnaast ook om Cielo bekend te maken bij de juiste doelgroepen. Dat kan gaan van pers, dat kan gaan naar HR-midden, dus ook bij latent werkzoekenden eigenlijk. Het werken bij de overheid, dus employer branding te brengen van verschillende overheidsdiensten en de overheid in het algemeen. Ja, recruteringscommunicatie, daar zijn heel veel tendensen in. We zien dat eigenlijk iedereen veel meer en meer zijn job online gaat zoeken. We zijn ook aan het bezien hoe dat we dat optimaal kunnen benutten en hoe dat we de social media kunnen betrekken in recruteringscommunicatie en corporate communicatie. We zijn een organisatie die investeert in talent. Dus wie zich geroepen voelt om voor deze organisatie vanuit zijn eigen expertise te komen werken, die zou ik graag als kandidaat zien voor mijn organisatie Cielo.